Yo, kijk van hier op Theo. Ik ben weer terug in Egea 3. We gaan even kijken als we weer een leuk feestje kunnen bouwen. En die ene straatrace kunnen halen. Ik zag je net een leuke auto rijden die ik moest hebben. En hier rijdt hij nog een keer. Dus laten we maar even snel jatten. Er komt weer iemand mee bemoeien. Wegwezen. Hopelijk dat ik niet van de weg wordt afgereden. Godsamme, mijn auto is alweer nu alweer kapot. Een goedkope troep. Hij maakt het niet zo heel veel uit als auto kapot is, maar hij gaat toch wel kapot tijdens de race. Daar niet van. U. Dit is een betere variant. Oh, die is gedespawned. Niet zo leuk dit. Jammer weer dit. Weer een extra krasje erbij. Niet nog zo eentje? Nee. Dat is jammer. Heb ik het mistig te worden? No. Not funny. Ik haat mist. Veel te weinig zicht. Kijk dan, hoe moet ik hier überhaupt iets kunnen zien? Was zo begin? Ik heb wel vast. Serieus, ik wist nu al de checkpoint. OMG. Gewoon letterlijk nu al. Ik ben nog niet eens een 20 seconden bezig. Ik zeg niet graag, maar ik heb nu al de missie gefaild. Nee, het is niet eens een optie om te kunnen restarten. Nou, laten we doodgaan. Kom dan, sla mij. Sla me dood. Kom dan. Mooi zo. Ik ben in ieder geval dood. Mission failed. Maar we geen onnodige tijd gaan verspillen. Laten we even een leuke bakkie jatten en weer terug de missie restarten. Ik mag dus echt gewoon totaal niks raken. Dat is het hele probleem. Ik ben wel eens iemand die nog wel eens iets wil raken. En dan gaat het juist fout. Deze zit dicht. Dat is jammer. Nee, kom. Ik hoef geen uitleg. Zo. Deze nou hier wat unlocked, zou heel fijn zijn. Maar nee, het is gewoon uitleg. Nee, is ook nog dicht. Misschien is deze nu wel open. Daar gaan we dan. Waar we heen te springen. Get out your car. Dank u voor het lenen. Wat is hier dan gebeurd? Ik ga vaak wel meer mensen af. Oké, al naar de telefoon, hokje. Telefoonpaal, zo'n ding op te noemen. Nou, de auto rook gewoon nu al. Ik doe gewoon zoveel damage dan. Aan auto's. Oké, auto rook gewoon weer. Wat zei je dan? Daar hebben we zo eentje niet op moeten hebben. Ik ga eerst een missie starten. Geen last van die rare mensjes die om me heen gaan hangen. Hoppa. Turismo. There it goes. We hebben een politieauto. Zeg ook vrij snel, maar niet zo heel erg snel. Misschien vind ik hier wat. Is er geen een? Dat is jammer. Deze wagen is nog niet zo snel, dus ik moet even een betere wagen hebben natuurlijk. Dat is natuurlijk helemaal fout.
En deze moet een wagen dus niet ontploffen. Met nadruk op niet. Nee, hier spant hij niet, daar spant hij niet. Hier spant hij hier. Nee, uiteraard niet. Daar ook niet. Ook niet. Misschien nu hier. Je kunt echt overal spawnen in deze buurt. Nee, nog steeds niet. Met deze wagen ga ik echt niet racen. Gewoon instant lose. Maar dan kom ik echt niemand tegen. Helemaal niemand. Wat is dit nou voor iets? Een hoge ijs stel ik toch niet? Nee, dat is bijna de juiste. Dat is geen zoek. Mooi, die is rood. Nee, niet buiten drive, je moet stoppen. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb het gewoon door. Aso. Wat een aso, hij wil me niet helpen. Hij mij ook niet. En mijn mensen toch tegen mij. Hop. Volgende auto dan maar. Niet zo'n auto die ik zoek. Kijk, is dat er niet één? Nee. Dat ook niet. Waar zou het zo moeilijk vinden? Zo'n auto's. Normaal kom je ze echt overal tegen. Als je ze niet tegen wil komen. Nee, niet uitstappen. Even kijken. Is hij op rood? Ik hoop het wel. Nee, die is groen. Hoppa. Nou is die auto van mij. Niet meer van jou. En weg ben ik ermee. Misschien deze kant. Zonder al te veel schade. Prachtig. Gewoon zoveel mogelijk op de weg blijven nu. Dat is wat ik moet doen. Klinkt heel makkelijk. Maar het is moeilijker dan dat je denkt. Dat met vier van die idioten langs je. Kijk, en dat zijn het pakje problemen. Die bochten. Als ik een bocht moet maken, ben ik vaak te laat. En ook als je S tegenaan rijdt, ben je helemaal de sjaak. Hé, hey, kom ik even aan de andere kant. Damn police. Tik, tik, tik. Piep. Even wat langer wachten, want hier knallen ze meteen tegen elkaar op. Hier, dat is nog een keer heel raar. Oké, dat is. Show you driving. Ik zie dat jullie proberen zelf met actie te doen. Met jullie rijstijl. Alsnog zie je hun echt rijden als stelletje debielen. Ik kan hun gewoon niet inschatten. Dat dacht ik al. Dat ging gebeuren. Hop, en toen stond ik eerste. Totdat ik de afslag miste. Nee, ik mis hem weer. Fucking hell. Gewoon echt, why? Waarom mis ik hem? Het ging gewoon zo goed.
Dat ik de afslag miste. Zal ik er nog wel een keer crashen is wat ik net deed. Nou, hoop ik dat ik in de buurt kan komen. Hoop ik nu gewoon nog echt. Dat ben ik gewoon echt een lul. Maar hier was ook een keer fout, dat ik hier uit de bocht vloog. Volgens mij ietsjes verder, hier ergens. Hier een keer een auto moest jatten. Nou hoop ik dat we zo meteen nog tegen kunnen komen. In een positieve vorm. Op de kop, dat ze in kan halen. En het liefst dat hun auto ontploft is. Dat hoop ik het liefste van allen. Oké, daar gaan we. Gaan we weer omhoog. Ben ik nog niet tegengekomen. Er was een idee dat ik ze binnenkort ook niet meer tegen kan komen. Dat is staat Mission Field. Oh, daar heb je er nog één. Dus allebei. Wat? Dat had ik dus niet zien aankomen. Ah nee, waarom strijk ik het helemaal op de tare paal? Dan kost het weer hele bergtijd. Als jij nou daar lekker blijft hangen, dan heb ik voor jou geen last. Nee, je was serieus de finish. Oh my god. Oké, nou weet ik eens wat de route is. Ik heb mijn auto laten repareren. Of laten ontploffen en een andere auto zien te vinden. Dat kan natuurlijk ook. En dan gaan we door de poging 6 of zo. I don't know. De poging die ik nog nodig kan hebben. Hop, dan doen we hierin staan. Die andere missies ik voor me nu helemaal klaar, dus wat ik even doe, dan ben ik ook zo klaar. En als dat helemaal gedaan is. Kijk, dit is nou eens makkelijk. Dat ik er precies tegenkom. Exact op het juiste moment gewoon. Op, jij mag mijn oude bakje hebben. Mag ik de nieuwe voor jou? Dat vind ik een eerlijke deal. Jullie niet, jongens? Zou je toch ook willen? Ja. Dan een paar kleine deukjes. Dat rijdt een stuk sneller. Oké, doel. Nergens tegenaan rijden. En dat wil ik dus net zeggen, doel nergens tegenaan rijden en ik mis nu al mijn checkpoint, alweer. Mijn dingen ging iets soepeler. En ik knalde al voordat ik wat zei, alweer overal tegenaan. Zijn mijn auto maar nu nog niet ontploft, dus nog niet heel van de hand. Zo meteen crash je ze een paar keer. En dan kan ik ze nog inhalen. Nu zet ik nog steeds virus. Oké, dat is hier zo meteen een keer gaan crashen. Ik had in mijn voordeel gaan wow. Mijn auto stuurt ook heel lastig. Behoorlijk hard gedamaged. Ja, was mijn auto niet. Meen je dit? Out of nothing. In ieder geval, ik sta derde. Met een flink beschadigde auto. Deze heb ik nu in ieder geval wel. Hier verlies ik dus geen tijd op. Ook zo snel mogelijk die andere gasten weer tegenkom. Die voor kan blijven. Oh my god, je moet echt door het midden van die checkpoint of zo. Ik denk gewoon, oh je kunt gewoon iets aantikken en het is klaar. En dat is het. Maar schijnbaar dus niet. Get his license. Nou, je krijgt hem niet van mij.
Is er nou nodig? Een license. Rijden in de auto zonder rijbewijs is het leukste wat je kunt doen. Houdt nog een beetje spannend ook nog. Doe het vooral niet na het echt. Dit heeft je heel veel problemen op. Oh god, hij is ook weer terug. Die gasten spelen ook lullig. Ben je gewoon letterlijk van de weg af te beuken. En dat maakt het zo lastig. Maar moet je die race gewoon halen? Oké, het is te laat. Auto staat in de fik. Over en uit. Boom. Maar eigenlijk is het misschien dat ik in mijn eigen tijd even snel halen. Dus vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. En tot de volgende keer. Doeg.